Je luistert naar de Linkse Revolte, de podcast waarin we verkennen hoe links de politieke beweging van Nederland wordt. En je hoort Hans, ik hier, in mijn eentje. We zouden namelijk opnemen met Marjolein Moorman en Rutger Groot-Wassink, dat hadden we jullie beloofd. Maar die is helaas uitgesteld, dus ik ben in de auto gesprongen, want we hebben een waardige vervanging. Ik ben nu namelijk in Zwolle, in de huiskamer van de aanjager van de actieweek Zwaar Werk. De golf aan stakingen die op dit moment het land overraast. En ik heb het natuurlijk over vakbondsbestuurder Piet Rietman. Hoi Piet. Hey, hoi. Wat super fijn dat ik hier zo langs mocht komen. Want ik heb je gisteren geappt en je zei ja, kom maar langs. Ja, nou ja, het was wel 's avonds en helemaal Zwolle, maar ja, het kan gewoon. Ja, en we zitten hier ook in je huis wat vol in verbouwing is. Dus voor de YouTube-kijkers, het is hier schemerig. Want de lampen moeten nog worden opgehangen en alles. Zo is het. Maar de show must go on, dus we zitten er gewoon. Hey, we gaan vandaag met je praten over de stakingen, natuurlijk. Maar ik wil ook heel graag met je praten over de opstelling van de vakbond tegenover het kabinet. Mm-hmm. En als laatste natuurlijk over de positie van de vakbond in de linkse revolte. Voordat we gaan doen, zit je nou mee te luisteren en wil je ook je mening geven over wat we hier allemaal vertellen? Dat kan, dat willen we heel graag. Dat kan je doen via vriendvandeshow.nl/de linkse revolte. Je kan daar vriend worden, maar dat is niet nodig om je mening te geven. Die kan je gewoon lekker gratis droppen en dat willen we heel graag. Kan ook via Instagram, YouTube, op alle manieren die je zelf fijn vindt. Goed, gaan we het hebben over stakingen. Maar eerst, hoe zit je erbij? Want het is nu, je hebt net je kleine op bed gelegd. Het is nu na achten. Ja. Hoe laat was je vanochtend op met stakingen? Ik was vanochtend op om 4:15. Ja, ik moest naar de staking van de GVB, dus dat is metro, tram en bus in Amsterdam. En mijn vriendin moest toevallig op hetzelfde tijdstip op, die moest naar Schiphol, die ging naar familie in Brazilië. Dus we stonden meteen voor de vraag van, ja, hoe krijgen we haar op Schiphol zonder een stakingsbreker te zijn? Ja, ja precies, dan moet je dan ook op letten ineens. Dus ja, dus ik heb gezegd van, ja, je zoekt het zelf maar uit. En zij is uiteindelijk lopend naar Centraal Station gegaan en vanaf daar met de trein. Dus dat is goed gekomen. Ja, en vervolgens was het een achtbaan. Want staken is gewoon het echte mooiste dat je mee kunt maken, vind ik. Qua actievormen en ook het mooiste middel dat we hebben als vakbond. Ik word gewoon echt gelukkig als ik op een staking rondloop. Ja? Wat maakt dat zo mooi? Ja, dat mensen zelf de touwtjes in handen hebben. Dus werk is heel disciplinerend. En je moet van je baas moet je op bepaalde tijdstippen moet je bepaalde dingen doen. Nou ja, toevallig was ik vandaag bij de GVB, hele sterke vakbondsgroep. Dus die mensen hebben zelf invloed op hun werk en op hun roosters. Ja, ja, ja. Dus toevallig nou net een uitzondering, maar eigenlijk is werk wel iets dat heel erg hiërarchisch georganiseerd is. Vooral in het openbaar vervoer ook, toch? Ja, nou ja, eigenlijk op allerlei plekken. Het is een toch een heel, heel gek verschijnsel eigenlijk dat we nog steeds een verschijnsel hebben van dat je een baas hebt en dat je daarin een soort gezagsverhouding toestaat. Ik denk dat veel mensen daar ook uiteindelijk niet heel gelukkig van worden. En bij een staking, dan zijn de rollen omgedraaid en dan moet die baas eens een keer luisteren. En ik vind dat prachtig. Ja, merk je dat ook aan de mensen die daar rondlopen, dat het in één keer zo'n bevrijding is? Ja, zeker. En de grote vraag bij staking is eigenlijk, hoe krijg je de geest weer terug in de fles? Want mensen krijgen door van, oké, als ik dus mijn stem laat horen, als ik het werk neerleg, ja, dan krijg ik wat voor elkaar. Nou ja, dat smaakt altijd naar meer. Dus dat kan ook in dit zwaar werktraject nog wel eens spannend worden. Van wat als de buit binnen is en mensen volop aan het staken zijn. Die denken gewoon, die pensioenleeftijd kan überhaupt dan naar 64 of zo. Doe maar nog wat ijzer bij, ik weet het niet. Maar ja, dat is op zich ook alleen maar goed, hè, dat mensen ook zelf hun eisen gaan formuleren. Dus ja, dat is wat ik prachtig vind aan die dynamiek van een staking. En het is heel hard werken, zo'n staking, voor de mensen die het organiseren. En voor iedereen die aan de vakbondskant bij betrokken is, maar ook de leden. Dus het is ook een soort ontlading eigenlijk dat het eindelijk zover is. Dus deze mensen van de GVB vandaag, die heb ik in, het is nu september vorig jaar heb ik die al gesproken. Toen had ik een bericht binnen de FNV naar wat mensen gestuurd van, hey, de gesprekken over zwaar werk gaan slecht. Ja. Ik ben benieuwd naar de actiebereidheid. En toen hadden we een soort eerste bijeenkomst en dan kwamen er 30 mensen. Ja, ja, maar daarvan waren er dan toevallig 12 van de GVB en die zeiden, we willen wel de ochtendspits platleggen. Nou ja, en vandaag is het eindelijk zover. Dus het is ook een ontlading.
Ja. Jee, maar wat een werk, joh. Het is veel werk. En waar ben je dan afgelopen jaar allemaal mee bezig geweest? Is dat dan met zoveel mogelijk werkenden gaan praten van... Hey, ben je bereid? Wil je het neerleggen of uitleggen waarom? Ja, we hebben in de vakbond hebben we het vak van vakbondsbestuurder. Dat is, dat zijn gewoon de mensen die namens ons op de werkvloer zijn. Ja. Trouwens, ook als je andere functies binnen het vakbond hebt, zou je op de werkvloer moeten zijn. Maar dat zijn de mensen echt die de wat we dan de kaderleden noemen, die dat organiseren. Ja. Die hebben ook vaak het meeste voelsprieten naar wat dan die leden willen. Die kaderleden die hebben een idee van wat de gewone leden, om het zo te zeggen, willen. Die hebben en vaak ook een idee van de niet-leden of de CNV'ers. Ja, hoe zijn die in beweging te krijgen? Ja, ja, ja. Dus ik kan als bestuurslid van de FNV kan ik bedenken van er moet nu actie gevoerd worden. Maar dan krijg ik te horen, we gaan eerst eens even mensen informeren en... Het wordt een proces van een paar maanden. Nou, dat proces hebben we nu doorlopen en nu is het dan zover. Maar daar spelen die mensen op de werkvloer eigenlijk een hele cruciale rol in. Zonder hun kan het niet. Zonder die kaderleden en die bestuurders is een vakbond niks. Dus daar gebeurt het. Ja, precies. Ja. Dus ik noemde jou net in het intro vakbondsbestuurder. Maar technisch gezien ben jij bestuurslid en de vakbondsbestuurders die zitten in de sectoren. Ja, precies. Ja, dat is, het is aan de ene kant spraakverwarring, maar aan de andere kant is het bewust om dat zo ontstaan. Omdat zij eigenlijk een soort afgeleide bevoegdheid hebben. En gewoon echt namens de FNV optreden, tekenbevoegd zijn voor cao's en zo. Oh ja, ja. Als je gewoon een bedrijf binnenloopt en je bent van de FNV, dan ben je de vertegenwoordiger van de FNV. En dan kan Piet Rietman of Tuur Elsinga in Utrecht op dat hoofdkantoor zeggen wat hij wil. Maar dat is ook waar de leden naar luisteren, naar die persoon die dan de poort doorloopt en die ze kennen. Ja. Ja. Maar ik zit nu te rekenen. Je zegt, we zijn een jaar geleden ongeveer begonnen. En jij bent 2 jaar geleden begonnen op de portefeuille pensioenen. Ja. Dus je hebt die portefeuille opgepakt. En vrijwel heel kort daarna zijn de voorbereidingen voor de stakingen begonnen. Nou, nog niet voor de stakingen. Maar het begon zich toen al wel af te tekenen. Ik ben in december 2022 gekozen. En in januari 2023, toen gebeurde wat in het ledenparlement. Dat is het hoogste orgaan van de FNV en mijn baas eigenlijk, mijn leidinggevende. En in dat ledenparlement werd een motie aangenomen door mensen met zware beroepen uit de sector industrie, metaal. Daar kwam die motie vandaan. En daarin stond dat wij kaderleden uitvoerig moesten gaan betrekken bij het tot stand brengen van ons standpunt over zwaar werk. Ja. Toen heb ik gezegd, wie kan daar tegen zijn? En het gevolg daarvan was dat wij mensen aan tafel hadden die wisten waar ze het over hadden. Dat we niet vanuit beleid redeneren, maar gewoon vanuit de praktijk. En dat die eisen ook die we zijn gesteld, die werden ook hoog daardoor. En dat heeft dat is eigenlijk het zaadje geweest van die campagne nu. Want met hoge eisen kom je er vaak met alleen onderhandelen niet uit. Dus dat was eigenlijk al het startschot. Dat die leden toen, de kaderleden toen zeiden van... wij willen hier de koers bepalen. Ja, dat is uiteindelijk wat tot de stakingen van deze week heeft geleid. Ja, want dat is eigenlijk wel... Dat is dus een vrij uniek iets. Hè? Want daar gaan we later nog op terugkomen. Dat in plaats van dat jij de onderhandeling voert... met een aantal bobo's van de werkgevers... dat dan de mensen uit de sector zelf aan tafel worden gezet. Ja, klopt. Ja. Heb ik zelf niet eens bedacht. Daar kwamen die mensen uit die sectoren zelf mee. Van we willen met jou mee. Want wij hebben die praktijkkennis. En we willen ook, als dit tot acties leidt... Ja, we moeten ook gewoon direct kunnen terugkoppelen. Je wil niet dat er licht zit tussen wat een vakbondsbestuur zegt... en wat de leden te horen krijgen. En die moeten echt zelf de onredelijkheid ervaren hebben... of ervaren hebben van dit loopt gewoon helemaal spaak. Ze willen helemaal niet bewegen. Ja, maar ook, dus ook omdat, het is ook omdat staken heel ingrijpend is. Hè? Dus je krijgt gewoon... Het is hard werk om het te organiseren voor onze kaderleden. Maar zij krijgen ook... als ze dan een dag gestaakt hebben en ze de volgende dag werken ze weer... Ja, dan heb je misschien wel een verstoorde relatie met je manager... of met werkwillige noemen. Als het echt uit de hand loopt en je staakt heel lang... dan heb je misschien nog een partner die zegt van er komt nu minder inkomen binnen. Dus de staken is echt is wel echt ingrijpend. En dus vertrouwen is een beetje de basis van dat hele vakbondsproces. Dus wat ik in de media zeg en wat ik... zeg als ik stakers toespreek en wat ik aan die onderhandelingstafel zeg, dat moet eigenlijk hetzelfde zijn.
Ja. Dat ik wat meer vloek als ik... vanochtend heb ik geroepen van ja, dat kutvoorstel moet van tafel. Nou ja, als ik aan tafel zit, dan zeg ik, dit is niet goed genoeg. Dit is matig. Schrijf een nieuw voorstel. Dus dan is misschien de toonzetting anders. Maar ik kan niet politieke spelletjes spelen of liegen. Of het moet, wat ik daar zeg, moet kloppen met wat ik op de werkvloer zeg. Ja, precies. Ja. Hey, laten we die inhoud van die stakingseisen induiken. Want we hebben het over de zware beroepen. En ik denk dat veel mensen er iets over mee hebben gekregen. Maar wat is precies het probleem? Kan je daar wat meer over zeggen? Ja, nou, het probleem is dat een verpleegkundige of een shorter in de haven, dat die dat ze het gewoon niet redden tot 67 in een paar maanden. En dat komt door verschillende redenen. Dat is, als je bijvoorbeeld nachtdienst hebt of wisselende diensten, dan ga je merken aan je slaapritme. Je kunt problemen krijgen ook die daaruit voortkomen, slaapapneu en dergelijke. Maar het is ook een kortere levensverwachting. Ja. Het is ook natuurlijk fysiek zwaar werk. Het is ook mentaal belastend werken. Dus werk waarbij je traumatische ervaringen hebt. Nou, daar hebben onze conducteurs, maar ook politieagenten hebben het daar vaak over. Ja. Brandweer. Dat doet wat met je. De levensverwachting van mensen met zwaar werk is gewoon een stuk lager. Ja, ik zag ergens een interview met een kabelsleper op schepen. Die zei, ja, ik leef gewoon ongeveer 8 jaar korter en 25 jaar korter in gezonde toestand. Ja, klopt. Dus dan zit je ongeveer, waar wij op onze 70ste beginnen af te takelen, zit je dan op je 50ste begin je al... En dat is onrechtvaardig. Ik heb het er met mijn vader laatst over gehad. Die heeft gevaren en is daarna in Nederland heeft hij als zeeloods gewerkt. Ja, je komt uit Zeeland, toch? Ik kom uit Zeeland. Ja, ja. Dus voor wie niet weet wat het is, dan breng je een schip de haven binnen of er juist weer uit. Ja. Die had niet alleen nachtdiensten, maar ook nog eens op oproepbasis. Die kwam soms, als het gewoon een relaxte week was, dan kwam hij ook wel om 3 uur thuis, 's nachts. En dan moest hij de volgende dag om 12 uur moest hij weer weg. Nou, en dan kun je daar tussendoor 8 uur slapen, prima. Maar als het dan druk was, dan gebeurde het wel eens dat hij bijvoorbeeld om 3 uur 's nachts thuis kwam en dan om 7 uur 's ochtends weer wegging. Dus er zaten krankzinnige weken tussen, als er toevallig veel schepen waren. En je moet knijten scherp zijn ook, want het lijkt me niet dat je daarin kan gaan slapen. Achter het nee, je vaart dan daar in Zeeland langs de kerncentrale Borselen. Daar kun je niet tegenaan varen. En je kunt ook niet tegen een brug gaan varen. En hij leeft dan heel gezond, gelukkig. En is nu 74, maar zijn levensverwachting met het type nachtdiensten dat hij heeft gedraaid, is 71. Zoals zijn levensverwachting is hij al voorbij. Ja. Kinderen van een politicus of kinderen van een rechter of van een ambtenaar, die hebben een papa die 90 wordt misschien wel. Ja. En ja, dat is de grote onrechtvaardigheid hier gewoon. Dat je hebt echt een stuk van je leven gaat er vanaf. En het is nog dubbel lullig, want de rechter die begint op zijn 30ste ongeveer met werken. Maar dit zijn mensen die heel vaak op hun 20ste al, of misschien eerder op hun 18e, gewoon zijn gaan beuken en belasting zijn gaan betalen. Die hebben dan echt sowieso al veel langer gewerkt dan mensen die nog op de universiteit zaten in die periode. Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat is ook een keuze. Bijvoorbeeld in de havens zie je veel mensen al inderdaad op hun 20ste bijvoorbeeld eens beginnen. En wel een mooi inkomen ook opbouwen door de jaren heen. Ja. En ja, dat is een keuze. Andere mensen doen dat door te studeren. Sommige mensen liggen gewoon die schoolbanken niet. Nou, dan maken ze een andere keuze. Maar het betekent dan dat je dus in het huidige systeem al ruim 47 jaar dan in totaal draag je bij aan de collectieve voorzieningen. Zorg je met je, met je levensverwachting die daalt en met dat fysiek slopende werk zorg je ervoor dat de economie draaiend blijft. Dus je draagt van alles bij eigenlijk. Je zorgt dat er goederen geleverd worden die wij allemaal gebruiken. En dan wordt op zo'n respectloze manier met je omgegaan. Ja. En wat is nou de reden dat dit dan niet gebeurt? Want ik kan me herinneren, toen die hele pensioenwet, dat was een heel groot gedoe. En ik weet dat bijvoorbeeld de partij GroenLinks PvdA, die heeft ingestemd met die wet, omdat er een regeling voor mensen met zware beroepen in zat. Volgens mij de vakbond net zo goed. Wat is nou de reden dat dit dan zo lang duurt? Want dit was gewoon een akkoord. Dat ligt er al jaren. Waarom gebeurt het niet? Ja, er is een pensioenakkoord gesloten destijds en een pensioenwet was daar een onderdeel van. Ja, En um, ik,
in alle eerlijkheid, ik heb destijds was ik sectorraadslid, dus gewoon een soort verenigingsfunctie binnen de FNV. Ik heb toen tegengestemd in het referendum dat we erover hadden, met de gedachte van ja, die pensioenwet is goed. Dan heb je gemiddeld genomen, hebben de meeste mensen waarschijnlijk een wat hogere pensioenuitkering. En daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Omdat die pensioenfondsen minder buffers moeten aanhouden. Maar er zitten andere elementen in, zoals die regeling voor zwaar werk of die AOW-leeftijd die stijgt. Dat is toch wat minder. Zo voelen veel van onze leden het ook. En uiteindelijk, want het heeft de vakbond verdeeld destijds. Maar wat zeker. De voor- en de tegenstanders destijds verenigd, is dat we allemaal vinden dat het is wel een uitruil geweest. Dus die AOW-leeftijd die mocht van ons minder hard stijgen dan het kabinet toen van plan was. Trouwens niet alleen kabinet, maar ik zeg ook maar even erbij GroenLinks. Ja, zeker. Dus wij hebben die stijging afgeremd. En in ruil daarvoor zou er een goede oplossing voor zware beroepen komen. En die goede oplossing voor zware beroepen konden ze toen nog niet bedenken. Dus ze hebben toen gezegd, in 2019, voor de komende 5 jaar komt er een fiscale vrijstelling. En op basis daarvan kun je in cao's afspraken gaan maken over zwaar werk. Dat is de regeling vervroegd uittreden gaan eten. Maar dat is geen ideale regeling. Nee, een fiscale vrijstelling, dat betekent dat als iemand vervroegd uittreedt, dan kan je daar een regeling voor bedenken en hoeft daar geen belasting over te betalen. Dan hoeft die werkgever daar geen boete over te betalen. Ja, ja precies. Dat is geen oplossing geweest, want ja, vrij veel mensen konden er gebruik van maken. Wij zijn zelf ook als vakbond dan maar die regeling vervroegd uittreden gaan afspreken op plekken waar eigenlijk niet zo zwaar werk is. Ja. En het bedrag is nogal laag en ja, het is geen oplossing voor de lange termijn. Nee. Dus in dat pensioenakkoord staat de belofte, staat de afspraak, en dat hebben dus ook werkgevers en overheid ondertekend, dat er samen naar een structurele oplossing gezocht gaat worden. Dus dat is waarom wij nu zo boos zijn. Van ja, wij hebben aan onze achterban destijds verkondigd van joh, die AOW-leeftijd, ja, hij stijgt weliswaar minder hard, maar wij stemmen alsnog in met die stijging. Ja. Wij hebben toen in al die zaaltjes verteld, nou ja, dat mijn voorgangers dan van je krijgt een goede zwaar werkregeling voor terug. Het wordt een structurele oplossing. En nu is die er niet, die structurele oplossing. Dus we worden bestolen, hebben wij het gevoel. Ja. En dat is ook waarom ik van de zomer in de krant heb geroepen van ja, als die zwaar werkregeling er niet komt, dan gaan wij gewoon weer actie voeren voor dat de AOW op 65 moet. Want die twee dingen hangen samen. En als zij niet hun afspraken nakomen, dan wij ook niet. Ja. En komt het er al aan dat jullie dat gaan eisen, gewoon die AOW-leeftijd weer terug naar 65? Nou, dat zou kunnen. Dat kan altijd als de leden het willen. Dus dan gaan we dat gewoon doen. Alleen het lastige is wel dat het een hele hoge eis is, waarvan de vraag maar is of de overheid daarmee gaat instemmen. Als je eisen stelt die zo hoog zijn dat je van tevoren weet dat het misschien wel niet gaat lukken, dan moet je misschien ook je leden in bescherming nemen en duidelijk maken van ja, als jullie dit willen, dan moet je, zoals in Frankrijk, met z'n allen een jaar lang de straat op en dan misschien nog gaat het mis, daar. Die waarschuwing hoort er dan bij. Stel, we zouden dat doen. Ik denk dat het uiteindelijk voor de overheid veel makkelijker is om met die regeling vervroegd uittreden in te stemmen. Dat kost ze eigenlijk niks. Het is voor een beperkte groep. Ja, en die AOW kost miljarden en is voor iedereen. Ja, maar dat is dan geen tijdelijke regeling meer. Dit is gewoon een definitieve regeling. Zo gaan we doen. Dat is wat wij nu vragen. Ja, dat er een permanente regeling komt en dat je daar eigenlijk geen drempels in hebt zitten voor mensen om er gebruik van te maken. Dus geen quota, maar ook niet dat het bedrag heel laag is. Dat is nu het probleem voor veel mensen. Ja, want als je hier nu gebruik van maakt, dan krijg je iets van 1200 euro per maand of zo. Ja, dat is het zo ongeveer. En ja, dan kan je helemaal niet. Ja, ik bedoel, ik woon dan in Utrecht. Dan kan heel veel mensen, dus dat nog ineens duur. Precies. Dus het probleem daar is. Er zitten twee problemen aan. Eén voor lage inkomens en één voor middeninkomens. Dus in die zin verenigt het onze achterban. Lage inkomens, even de schoonmaker als stereotype voorbeeld. Ja, die heeft over het algemeen weinig spaargeld. Of die heeft over het algemeen ook niet heel veel pensioen om eerder in te laten gaan. Dus die kan dat lage bedrag niet uit eigen zak compenseren en dan die 3 jaar zien te overbruggen tot aan dat pensioen. Dus voor die lage inkomens is er een probleem. Maar voor de als vakbondsman vind ik het niet echt hoge inkomens, maar vind ik het inkomens die iedereen zou moeten verdienen. Hè? Maar, ja. wat iemand van 65 in de industrie of metaal of havens verdient,
met nog einde schaal zit je dan. Ja. Heb je nog wat ploegentoeslagen erbij? Nou, dan verdien je misschien wel eens een keer 60.000 of 70.000 euro. Ja. Misschien wel 80 in een uitzonderlijk geval. Deze mensen gaan terug naar dat lage AOW-bedrag. Dus die maken een enorme inkomensterugval en moeten in die 3 jaar toch hun hypotheek of huur of andere vaste lasten zien te betalen. Dus, ja, precies. Dus die mensen hebben ook een probleem. Het lijkt me toch ook dat de overheid in een heel groot, en wij als samenleving een heel groot eigenbelang hebben om dit goed te regelen. Want heel veel van deze mensen die komen uiteindelijk in de arbeidsongeschiktheid terecht, werken zichzelf letterlijk kapot. En daar moet je dan nog veel langer voor zorgen op kosten van de samenleving, toch? Of zie ik dat fout? Ja, nee, dat is het gekke. Wij hebben nu toch een eis aan de overheid. En niet aan individuele werkgevers, maar de overheid moet de fiscale vrijstellingen aanpassen. En het gaat om een regeling waarvoor je de financiering vindt aan de cao-tafel. Dus werknemer, vertegenwoordigd door vakbonden en werkgever, moeten een oplossing vinden over hoe ze dat financieren. Het kan ook zijn dat die werkgever dan zegt, gaat ten koste van je loonruimte. Dus misschien betalen we zelf wel een beetje mee. En voor de overheid maakt het niet uit. Die krijgt dan daardoor minder boeteinkomsten. Maar goed, de vraag is maar net of er überhaupt al veel boetes worden opgelegd. Dus wat ze nou missen. En dat is de wat de economen dan ex ante noemen. Dus de alle kosten vooraf berekend. Ja. Maar daarna heb je natuurlijk, als je dat eenmaal invoert, heb je een soort doorwerking. Dus dan in dit geval dat mensen niet de ziektewet en de WIA ingaan. Dus wij denken dat het de overheid eigenlijk geld oplevert. Maar dit zit niet in de berekeningen van de overheid zelf. Die zijn nu zelf. Nee, ik had nog goede hoop, want Van Heijem zit er nu. Die is van Nieuw Sociaal Contract. Ja, ja. Nieuw Sociaal Contract. Dat is een lekker rechtse club natuurlijk. Maar die hadden wel als positief punt in hun verkiezingsprogramma staan dat ze niet zo geloofden in die doorrekeningen van het CBS. En ik heb ze ook kritiek zien leveren op hoe het ministerie van Financiën, stuurgroep Financiën, hoe die eigenlijk de kaders bepalen voor hoe we in Nederland beleidseconomie bedrijven. En dat daar eigenlijk nooit de doorwerking, dus wat het oplevert, in mee wordt gerekend. Dat is hun kritiek. Maar nu zit ik tegenover iemand van Nieuw Sociaal Contract, vorige week woensdag, Van Heijen. Ja, en die claimt gewoon dat die RVU geld kost, terwijl het dus allerlei opbrengsten heeft. Dus dat is wel teleurstellend. Ja, dat snap ik. Ja. Maar sowieso, het lijkt me toch voor jullie als vakbond, toen het kabinet aantrad met de PVV, allemaal hele grote beloftes, bestaanszekerheid, ook op pensioenen. NSC, Omtzigt was echt een van de meest prominente pensioenwoordvoerders. Veel kritiek op pensioenakkoord, van het is allemaal niet goed geregeld. Het lijkt me dat voor jou met de portefeuille pensioenen, dat je wel dacht, oh, je valt wel iets te hosselen de komende tijd. Of had je gelijk al zoiets van, nou, dit wordt niks. Ja, ik had eerlijk gezegd het idee, dit wordt niks, omdat je toch in de Nederlandse geschiedenis en in de rest van Europa op dit moment het beeld ziet van centrumrechtse tot extreemrechtse partijen die zich voordoen als volks en die een aantal dingen roepen die wel sociaal klinken in verkiezingstijd, maar die toch vooral mensen lokken met xenofobie. Ja. En dan zijn de verkiezingen eenmaal geweest en dan leveren ze die kleine paar onderwerpjes die nog sociaal klonken, die leveren ze in en dan gaan ze volop op de cultureel rechtse tour. Ja. Dus ik had het idee van, dit gaat toch dan weer gebeuren. Maar tegelijkertijd is het wel een ideaal onderwerp om druk te zetten. Want als die partijen dan zo claimen dat ze opkomen voor die hardwerkende Nederlander en dat ze zo sociaal zijn, en ze laten meteen als ze beginnen, laten ze die hardwerkende Nederlander in de steek en maken ze asociaal beleid. Ja, misschien dat ze buigen voor die druk en voor die mobilisatie van ons. Want het is toch hun zwakke plek, zou ik zeggen. Ja, want als je kijkt naar de het lijkt mij dat hier veel ook onder de stakers veel mensen zitten die PVV hebben gestemd de afgelopen verkiezingen, of niet? Dat zou goed kunnen. Wat ik weet, we hebben het nooit onderzocht, maar wat ik denk van de vakbondsachterban is dat zeg maar ik denk dat het enige onderscheid dat het misschien een beetje anders maakt dan gewoon de gemiddelde Nederlander, is dat wij iets sterker zijn onder praktisch geschoolden. En dat mensen met een kantoorbaan vaak, die hebben ook vaak andere manieren om aan loonstijgingen te komen. Hè. Die kunnen ook promotie maken of misschien eens een bonus krijgen. Dus die zijn individualistischer. Dus dat onderscheid zien we wel in onze achterban. Het zeg maar klassieke onderscheid tussen blauwe boorden, witte boorden. Wij zijn iets sterker bij de blauwe boorden.
Dus als je een kiezersonderzoek zou houden bij de FNV, dan zou misschien Volt deze 60 VVD niet zo goed scoren. Maar voor de rest is het denk ik een dwarsdoorsnede. Ja, ik kom stakers tegen die op christelijke partijen stemmen. Of die inderdaad, ja, vandaag ook twee gesproken, die PVV stemmen. Ja, ja. Want als je kijkt hoe jullie vanaf het begin eigenlijk al tegen dit kabinet reageren, eigenlijk het hoofdlijnakkoord. Toen, ik weet nog dat wij het in de podcast over hadden, van zo, dit is wel heel fijn dat de vakbond in ieder geval gelijk direct stelling neemt. Was dat voor jullie een heel bewust besluit? Ik weet niet meer precies wat er stond, maar het was heel duidelijk van, nou, dit is echt een aanval op de werkende klasse zo'n beetje, dit kabinet. Mm-hmm. En was dat vanuit jullie heel bewust om gelijk die toon te pakken? Dat was uiteindelijk de enige logische conclusie. Je ziet al in het buitenland dat er ook wel wat discussies binnen vakbonden zijn geweest. Dus onze Italiaanse zuster vakbond, die heeft toen daar toch de fascisten aan de macht kwamen. Dat is toch hoe je ze moet noemen daar, denk ik. Ja. Hebben daar ook wel een soort interne discussie gehad. En dat zie je ook wel in Portugal gebeuren met extreemrechts daar in opkomst. En de discussie die hier soms is in Europa is... is er een van, nou ja, wat krijgen we nog voor elkaar, voor onze achterban? Maar dat is eigenlijk een discussie tussen de korte en de lange termijn. Ja. Je zou op de korte termijn bepaalde verbeteringen voor elkaar kunnen krijgen, ook als extreem rechts in de regering zit. Ja. Maar op de lange termijn is gewoon het verschijnsel extreem rechts in de regering altijd een verslechtering voor onze achterban. Want... de kracht van onze achterban en onze kracht zit erin dat we mensen verenigen. Dat is eigenlijk ook heel praktisch. Hè? Als er gewoon veel racisme, seksisme, homofobie in de samenleving is, dan betekent dat ook dat onze leden, als zij een staking aan het organiseren zijn, dat ze dan tegen die breuklijnen tussen hun collega's oplopen. Hè? Dus als de discussie op de werkvloer over sociaal-culturele onderwerpen gaat, als mensen op de een of andere manier een kloof ervaren. Ja. Dat kan ook de kloof zijn tussen Randstad en daarbuiten trouwens. Ja. Al die dingen maken het moeilijker om mensen te organiseren. En al die onderwerpen maken het ook makkelijk voor die zittende partijen om mensen af te leiden. Want als precies. Eigenlijk continu aan de hand. Er hoeft maar iets geroepen te worden over asiel in het hele land. Heeft het over asiel en niet over sociaal-economische zaken. Dus zie je dat werkgevers dit ook strategisch gebruiken? Heb je dat eens meegemaakt? Ik heb wel eens het verhaal gehoord, bijvoorbeeld in distributiecentra, dat mensen met een andere culturele achtergrond bewust in leidinggevende posities worden gezet. Ken jij ook dat soort voorbeelden, dat voorkomt? Ja, dat soort voorbeelden ken ik wel. Dat is wel, zeg maar, heel lastige van discriminatie. Is ook vaak op de arbeidsmarkt, woningmarkt, noem maar op. Is ook vaak dat je het niet echt kunt aantonen, maar dat iedereen het wel weet. Ja. Dat maakt het lastig, maar je ziet in ieder geval dat het op de werkvloer een strategie kan zijn. En om nou te zeggen dat racisme een overkoepelend, echt een bewuste strategie kan zijn van een werkgeverskoepel of van de overheid, daar op dat punt zijn we nog niet. Nee, dat zou wel echt heftig zijn. Ja. Alleen kun je met dit kabinet misschien wel op dat punt komen, want ik bedoel als de... Ik ben bijvoorbeeld heel bezorgd over wat er gaat gebeuren met de sociale zekerheid. Er gaat hoe dan ook een aanval ingezet worden op de bijstand. Wij vertegenwoordigen ook uitkeringsgerechtigden, dus dan zullen we ons verzetten. Maar wat worden dan de frames en wat worden dan de argumenten? Ik kan me heel goed voorstellen dat ze dan toch een soort racistische dogwhistles gaan gebruiken om uitkeringsgerechtigden in een hoek te plaatsen. Ja. Dan is toch racisme de ondertoon. Dus voor je het weet ben je op dat punt dat echt racisme nou niet alleen een verschijnsel is van een individuele werkgever, maar dat het echt de algemene strategie is richting de werkende klasse. Om ze uit elkaar te spelen. Ja. Hey, laten we het gaan hebben over de bredere strategie van de vakbond de komende tijd. Want we hebben het nu natuurlijk over die staking met de zware beroepen, maar het past in een trend. Want vorig jaar werd al gemeld dat er nooit in 50 jaar tijd zoveel stakingen waren georganiseerd. Dit jaar zijn jullie ook al lekker onderweg. Dit lijkt op weg echt wel een bewuste verschuiving naar meer staken, meer strijden. Klopt dat of is dit gewoon toevallig? Een beetje. Het komt allemaal door mij. Nee, dus ik ben in...
De stakingsgolf begon in zomer 2022 bij de NS. En ik ben in december 2022 begonnen, dus dat ligt niet aan mij. En het is een, vooral een reactie op de omstandigheden. Ja. Je kunt nog zoveel strategieën uitdenken als je wil, maar uiteindelijk moeten de leden ervoor willen staken. En die zullen aangeven van dit vinden wij belangrijk om over te staken en dat niet. Hiervoor zijn wij bereid om de poort uit te lopen. En dat is in eerste instantie gewoon inflatie geweest. Dus dat is toch wel een externe factor. Ja, dat alles gewoon veel te duur werd. Ja. Ja. Maar goed, ik denk ook al in dat stadium dat dan is de grote vraag als dan die leden zeggen, die kaderleden zeggen van je mag onder deze omstandigheden mag je beste vakbondsbestuurder alleen maar thuiskomen met een cao-loonsverhoging van 7% of van 8%. Dan is vervolgens weer aan onze kant in die FNV-organisatie de vraag in hoeverre gaan we proberen die leden een beetje een redelijk lager bod te laten accepteren, of in hoeverre gaan we ze opstoken en uitleggen van dit is een moment, laten we gaan staken. Ja. Dus daar zit wel, het komt door externe factoren, maar er zit ook wel weer, er moet bij ons ook wel bereidheid zijn. Ja. En die was er. En dat komt ook, denk ik, door de ledendalingen van de jaren daarvoor, dat er werd gedacht van dit is ook wel het moment om dan organisatiegraad in die bedrijven op te bouwen. Dus het belangrijkste is dan dat je die 8% binnensleept. Maar als bijproduct is dan dat je de cao-onderhandeling daarna meer leden hebt en sterker staat en ook weer resultaten binnenhaalt. Ja, want zien jullie dat ook echt? Dat als je stakingen of als je veel meer gaat strijden en zichtbaar actie voert, dat mensen ook zich sneller aansluiten en dat dat gewoon uitbreidt? Ja, zeker. Ja, ik heb ook echt de afgelopen dagen, ik ben ook penningmeester van de FNV. Ik heb de afgelopen dagen ook wel steeds de vervelende vraag gekregen van media van is het dan een verdienmodel dat staken of staken jullie voor meer leden? En dan is echt in alle oprechtheid het antwoord nee. Want we staken altijd voor hoger loon of voor die verpleegkundige of die bouwvakker die het niet redt tot 67. Ja, dat is waarom we 's ochtends ons bed uitkomen. Ja. Maar het is wel een goed bijproduct. Het is het gaat ons helpen in de volgende strijd. Als wij in 2026 met z'n allen de straat op gaan voor de publieke sector of voor de WIA of de ziektewet. Dan bouwen we voor een deel ook voort op de leden die we hebben gewonnen door zwaar werken en door die cao-trajecten in 2022. Dus dat is, het is geen doel, maar het is wel, het helpt. Ik vind het ook interessant dat het dan zo geframed wordt alsof jullie een soort marktpartij willen. Van jullie willen gewoon meer klanten. Terwijl het is natuurlijk zo oud als het kapitalisme. Dat de sociale beweging probeert te groeien door actie te voeren en meer mensen te laten aansluiten. Ja. Dat is een helemaal legitiem doel, toch? Ja, natuurlijk willen we groeien. We willen dat alle werken zich bij ons aansluiten. Ja, zo had ik hem eigenlijk ook nog niet bekeken. Maar het is eigenlijk een soort van, zoals de waard is, vertrouwt zijn gasten. Ja, precies. Dus je wilt er geld aan verdienen. Alsof dat, En eerlijk gezegd, financieel maakt het voor de FNV niet veel uit. Als je weinig leden hebt, heb je ook weinig activiteiten te organiseren voor die leden. Dus onze uitgaven groeien en dalen mee. Dus het is, misschien dat op een moment dat je daalt, dat je geld tekort komt. En op een moment dat je groeit, dat je wat over hebt. Maar dat corrigeert zich weer. Dus het is eigenlijk financieel niet zo boeiend. Je zegt geen op winstgevend bedrijf natuurlijk. Nee, precies. Nee. Nou, goed om dat duidelijk te hebben. Ja. Hey, ik wilde ook nog met je hebben over een stuk wat jij hebt geschreven. Want dat raakt eigenlijk aan die strijdbare houding. En vandaar dat ik ook naar vroeg van, is dit een bewuste strategie? Want jij hebt een stuk geschreven op Jacobin. Dat is voor de mensen die het niet kennen, een socialistisch tijdschrift. Gaat vooral opzoeken en die mensen ook steunen. Want het verschijnen hele mooie stukken. En dat stuk heet Nee, wij hebben geen gedeeld belang. Dat is eigenlijk een hele scherpe kritiek op het poldermodel, de Nederlandse traditie waar wij allemaal, dat was een tijdje ons belangrijkste exportproduct, het poldermodel. Maar jij serveert het helemaal af, waarom? Ja, of ik tenminste, ik probeer het in ieder geval anders te zien dan we in het verleden zagen. Kijk, je hebt het verschijnsel onderhandelen. Is onderhandelen op zichzelf goed of slecht? En ik denk niet dat je daarvan op zichzelf kunt zeggen dat het goed of slecht is. Ja, maar dat is het poldermodel, toch? De werkgevers en de werknemers gaan samen aan tafel om te overleggen. Maar op zich, dat is waar ik nou niet kritisch op ben. Dat je
Kijk, uiteindelijk zullen de meeste conflicten eindigen in een onderhandeling. Ja. Ook als je bijvoorbeeld zegt van wij dreigen met staking en wij kunnen eventueel het doorgaan van de staken uitruilen tegen dat je al onze eisen inwilligt. Ja, dat is ook een onderhandeling. Ja, ja, ja. Dus in die zin eindigt alles in onderhandeling. En je zou zelfs kunnen zeggen als je niet met elkaar aan tafel zit, maar het wordt gewoon duidelijk dat je minder gaat staken op het moment dat er wordt tegemoet gekomen. Ja, dan is het feitelijk ook een onderhandeling. Dus met onderhandelen heb ik niet zo'n probleem. Maar ik denk dat het poldermodel eigenlijk een meer is dan gewoon het faciliteren van onderhandelingen. We hebben instituties, Sociaal-Economische Raad, Stichting van de Arbeid. We hebben ook ministeries die regiegroepen kunnen instellen en zo. En het is niet zo alsof dat faciliterende verschijnselen zijn. Zo van, nou, we hebben ergens een gebouw en er staat een tafel. En mogen jullie zitten? En dan mag je dan zitten en dan ga je onderhandelen. Maar het is ook een cultuur. En het is ook een manier van denken die heel erg samenhangt met meritocratie. Wat bedoel je daarmee? Dat zeg maar het bestuurslid van de vakbond en het bestuurslid van VNO-NCW en die ambtenaren, dat hele wijze mensen zijn die met hun studies en hun kantoorbanen verstand hebben met z'n allen van beleid. En dan gaan zij met elkaar, omdat zij zo goed daarin zijn, dat is waarom zij dan naar voren zijn geschoven. Ja. Zou daar dan zitten omdat ik ben politiek econoom of zo. Daarom zou ik daar zitten of zo. En jij snapt dan beter wat het belang is van, ik van de mensen. Ik snap wat het belang is van de mensen. Dan ga ik daar zitten onderhandelen. En dan heb je met elkaar eigenlijk een begrip van... wij zijn de hoogopgeleide mensen die samen technocratische verbeteringen gaan bedenken die goed zijn voor iedereen. En zo'n sfeer hangt daar. En dat is natuurlijk onzin. Ja, maar heb je dit ook echt zo ervaren? Want je hebt aan die onderhandelingstafels gezeten. Ja, zeker. Dat wordt ook gewoon bijna gezegd. Wij zijn op een gegeven moment, toen ik die vakbondsbestuurders mee begon te nemen, toen die nemen ook de gebruiken mee die zij kennen van de cao-tafel. Ja. De cao-tafel is wel echt een plek waar je tegengestelde belangen hebt. Gewoon kapitaal en arbeid en hun winst is ons verlies. Ja, dus dat gaat er gewoon hard in. Die gaan er wat harder in en die begonnen ook zeg maar eisen te stellen met een ultimatum eraan vast. En dan werd er gezegd, en dan gingen we op een gegeven moment het woord onderhandelen gebruiken. Dus gingen we zeggen van, wanneer zien we jullie voor de volgende onderhandeling? En dan hoorden we op allerlei manieren terug dat er eigenlijk... Ja, met heel veel irritatie door VNO-NCW en door het ministerie van Sociale Zaken of was gereageerd. Van ja, maar we zijn toch niet aan het onderhandelen hier? We kunnen toch met elkaar bedenken wat goede oplossingen zijn om mensen gezond hun pensioen te laten halen. Alsof daar twee kennisinstituten zitten. Dat de FNV verstand heeft van de arbeidsmarkt en VNO-NCW verstand heeft van de arbeidsmarkt. En dat die beleidsmensen met elkaar geheel waardevrij... geheel tegenstellingen vrij dan gaan bedenken wat goed is. Dat is een soort wetenschappelijke exercitie en samen naar waarheid. Ja, dat is natuurlijk onzin. Ik zit daar namens de factor arbeid en zij namens de factor kapitaal. En ik heb het enige reden dat ik daar zit is dat ik een mandaat heb. Ik ben gekozen door het ledenparlement, dus kunnen me morgen weer ontslaan. En dat is waarom ik daar zit. Ja. Met een mandaat. Ik ben niet beter dan of slechter dan mijn mandaat. Wat ik in het stuk probeer neer te zetten is dat doordat er een sfeer hangt en het gebruikelijk is dat je samen goede oplossingen voor de arbeidsmarkt bedenkt en doordat er gedaan wordt of we het allemaal technocratisch kunnen oplossen, daardoor zie je ook die klassentegenstellingen die eronder liggen, zie je niet meer. Ja, dat verdwijnt eigenlijk gewoon een beetje. En daardoor ga je makkelijker akkoord. Ik bedoel, er is wel gewoon akkoord van Wassenaar en ook wel... de akkoorden in dat decennium eigenlijk. Ja, dat is het beroemde akkoord. Het akkoord van Wassenaar uit 1982, 81... dat voor het eerst loonmatiging werd geaccepteerd. Ja, precies. Zogenaamd in ruil voor meer werkgelegenheid. Ja, en die kwam er niet. Nee. Meer werkgelegenheid. Alsof je dat kunt afdwingen. Ja. Ik denk... Nou, daar zijn we een paar analyses van geschreven. Dat is een beetje gissen achteraf... van waarom men akkoord ging. Maar... ik denk dat het idee dat werkgevers, overheid, vakbonden bij elkaar zitten, dat die het idee hebben dat er geen tegenstellingen zijn, dat dat al op zichzelf heel erg bijdraagt aan het tot stand komen van slechte akkoorden. Ja. Je kunt dan ook, zeg maar, als je met elkaar het idee hebt dat je goede oplossingen bedenkt, dan wordt, zeg maar, op een gegeven moment het praten met die achterban wordt ook onderdeel van
de deal bijna. Hè? Dus dat je gaat, dan ga je tegen elkaar zeggen van... nou ja, ik denk dat we er wel uit zijn, maar ik moet het nog gaan verkopen aan de vakbondsleden. Dus en dan als jullie daarover mee kunnen denken, zou dat top zijn. En bijna, ja, dan wordt er over meegedacht. En dan is het van, oké, hoeveel tijd heb je daarvoor nodig en wat doen we dan voor publieke uitingen? Ja. En zullen wij ons een beetje inhouden aan de werkgeverskant? Dan kunnen jullie het nog een beetje verkopen. Zo. Ja, dus dan is het bijna alsof... Het ook vriendelijk tegen elkaar zijn en dat je gewoon in goede sfeer samen die technocratische oplossingen bedenkt, dan is het bijna alsof dat echt is. En het communiceren met die vakbondsachterban alsof dat een toneelstukje is. Ja. Ja, ik vind dat echt onzin. Ik bedoel, die stakers die ik vanochtend heb gesproken, dat is een echt gesprek. En als ik mensen van VNO-NCW of ministerie spreek, dan speel ik een toneelstukje, want dan moet ik me beschaafd gedragen terwijl ik eigenlijk heel boos ben. Dus wat daar gebeurt is nep. Ja. Ja, maakt het je vaak boos dat je daar aan tafel zit? Je denkt, ja, eigenlijk nu zin om heel hard te gaan schelden. Ja, want het is, en dat doe ik niet hoor, maar het is wel een... kijk, het is, als wij staken, dan vechten we terug. De aanval vindt dagelijks plaats, om het even in zulke termen te zeggen. Dus, ja. Dus op het moment dat wij, dat onze leden of wij als werkende klasse werken met... van hun moeten werken met gevaarlijke stoffen, dan dat is een aanval op onze gezondheid. Op het moment dat wij nachtdiensten moeten draaien en daardoor 8 jaar korter leven, dat is eigenlijk, ik wil niet te radicaal klinken hier, maar dat is eigenlijk een vorm van structureel geweld. Als je... Dat is vrij legitiem moeten zeggen, toch? Ja, maar, maar het is ook wel weer... ik weet niet of iedereen hem meteen door heeft en het ermee eens is, maar... Als je tegen iemand zegt beste vriend, jouw levensverwachting is eigenlijk 82, maar jij bent nu 74, ik maak nu een eind aan je leven. Ja, dat zien wij als geweld. Maar als het ontstaat door een economisch systeem, dan is dat ineens oké, wordt dat geaccepteerd. Maar het is een kapitalisme heeft directe gevolgen voor onze levensverwachting, voor onze gezondheid. Als we weinig verdienen, komen we in financiële stress, waardoor we hele slechte besluiten nemen. Ja. Dus dat is eigenlijk, en dat vindt dagelijks plaats. En dan zou je niet aan een onderhandelingstafel boos mogen zijn op de tegenstander of kut mogen zeggen of met een deur mogen slaan. En dan zou staken zou dan het doorbreken van het patroon zijn en eigenlijk en heel vervelend voor de reizigers en zo. Ja. Ja, maar sorry, dat is gewoon het enige moment in een jaar dat een deel van onze achterban een lef heeft om even terug te vechten, even tegengas te geven. Maar wat zij continu doen is een aanval op onze achterban, op onze levens, op onze werkende klas. Ja. Mooi. Of mooi. Ik ben het gewoon helemaal met je eens. ik zit het even allemaal te verwerken. Wat mij ook wel opviel in je stuk, is dat je ook kritisch bent op eigenlijk de middenklasse. De middenklasse, eigenlijk de rol die ze innemen als belangenbehartiger of facilitator van het grote geld. Het deed me een beetje denken aan... We hebben eerder in een van de eerste afleveringen een interview gehad met Dylan van Rijsberg over de net niet-elite. Ja. Een beetje de klasse die net onder het grote geld hangt en niet echt bij hoort, maar wel een manager is of zo. En voor bedrijven snap ik dat, maar je zei ook van... Ja, ik zie dat ook binnen de vakbond eigenlijk. Dat de middenklasse een rol inneemt die eigenlijk dienend is aan het grote geld. Kan je daar wat meer over zeggen? Ja, dus wat Dylan van Rijsberg heeft geschreven is volgens mij over de PMC, toch? Professional Managerial Class, dacht ik, hè? Ja. Dat verschijnsel. Ja, dat is eigenlijk, dat is wel wat anders dan wat binnen een vakbond of een linkse partij gebeurt, denk ik. Want dat gaat ook echt over het dienen van het belang van de aandeelhouders. Je hebt gewoon binnen een bedrijf met aandeelhouders heb je een hele laag tussen die aandeelhouders en de werkvloer. En daar wordt toch het belang van die aandeelhouders vertegenwoordigt. Het grote antwoord daarop is staken. En dan ga je zien aan welke kant die mensen staan. Want ze staan wel op de loonlijst. Dus het is volgens de klassieke definitie werkende klasse. Maar zij kunnen, zij hebben er ook belang bij om te luisteren naar hun broodheer. En ze kunnen tegenover de werkvloer komen te staan. En ze hebben een soort matigende invloed op ze. En ook een soort van... ze verspreiden ook een andere ideologie.
Nou, als je de ideologie van met individuele prestatie kom je er wel. En dat soort idealen. En als je slaagt, dan heb je het aan jezelf te danken. En wat impliceert dat als je verliest, dat je het aan jezelf te wijten hebt. Dat, die gedachtegang komt allemaal uit die, dat deel van de werkende klasse, wat er nog steeds is. Maar gewoon puur het verschijnsel net even iets hoger inkomen hebben. Ik verdien best wel lekker bij de vakbond. Ja. En ik heb twee studies gedaan. En ik heb een functie waardoor ik merk dat mensen dan soms naar mij luisteren. Dat is eigenlijk dan ook jammer, hè, want veel leuker om tegensproken te worden. Maar door dat soort verschijnselen ga je ook zeg maar veel beter de mensen snappen die eigenlijk de tegenstander zijn. Als ik met mensen van VNO-NCW praat, bestuur van VNO-NCW, ja, dat zijn dus geen kapitalisten. Dat zijn dus geen mensen die een bedrijf bezitten of kapitaalinkomsten hebben. Dat zijn eigenlijk een soort bureaucraten die staan op de loonlijst van VNO-NCW. Die hebben misschien wel hetzelfde type opleidingsniveau en inkomen als ik heb. Dus eigenlijk zou ik daar, als ik niet uitkijk, ga ik daar ontzettend mee zitten levelen. En dan ga ik ze te veel begrijpen. En dan en dat is één element. Een ander element is dat je afgezonderd kan raken. Dus ik kan, als ik in een week 8 keer met werkgeversorganisaties spreek en 1 keer bij een staking langs ga, dan ga ik hun taal spreken. Ja. Hetzelfde risico loopt die vakbondsbestuurder die bedrijven ingaat. Ja, als die aan de cao-tafel eten met die werkgevers zit te praten en nooit op de werkvloer komt, dan loopt hij ook dat risico. Ja. Dus je hebt allerlei elementen waardoor je, als je niet uitkijkt, word je als een soort middenklasse figuur in die vakbond. Of word je een soort remmende factor. En dan ga je toch wijzen op het belang van... Je moet hun kant ook begrijpen. Laten we in gesprek blijven. Dialoog is belangrijk en zo. Maar dat verhult de strijd die eronder ligt natuurlijk. Ja, precies. Ja. En nu schreef je, een van de oplossingen is dus mensen aan tafel zetten. Je hebt dat zelf gedaan met de sectorbestuur. Of jij hebt het gedaan. Ze hebben gewoon, de leden hebben jou dat opgedragen om te doen. Ja, precies. Maar idealiter zeg jij in je stuk op Jacobin, van eigenlijk zou ik willen dat als je bijvoorbeeld over de havens aan het onderhandelen bent, dat daar gewoon een havenarbeider voortaan aan tafel komt te zitten. Ja, precies. En dan zal misschien... heel veel gevallen die havenarbeiders zeggen van nou, onze vakbondsbestuurder die heeft er zich in verdiept en die heeft er ook de tijd voor, want wij moeten gewoon werken. Dus, ja, dus laat hem moet ook nog mensen werken. Ja, moet ook nog mensen werken, dus laat hem of haar het maar doen. En dat snap ik dan ook helemaal, maar het is heel raar om een soort beleidsdiscussie te voeren over parameters. En want daar gaat het dan over. Terwijl het gaat om... het gaat om die 8 jaar kortere levensverwachting. Het gaat om onze mensen die in die fabrieken werken of in de zorg werken en die een probleem krijgen met hun gezondheid. Dus dan zou je wel de voederuitbarsting aan de onderhandelingstafel krijgen. Ja, dat zou denk ik goed zijn, want zij zitten daar niet. En omdat zij daar niet zitten, wordt het eigenlijk een heel veilig sfeertje. Ja. Ik wil niet pleiten voor een onveilige werkomgeving, maar je mag best eens een keer voelen hoe boos mensen zijn en best is de mensen ontmoeten waarvan je op een gegeven moment ga je dan beleidstaal met elkaar spreken en dan gaat het, we hebben nu, toen we nog in gesprek waren daar op het ministerie, ging het op een gegeven moment over arbeidsmarkteffecten. Dus als jullie dan zo'n zwaar werkregeling invoeren en die is dan te uitgebreid, dan krijg je allerlei ongewenste arbeidsmarkteffecten, werd er dan gezegd. En dan werd er gezegd, dan wordt de arbeidsmarktkrapte eigenlijk nog groter en dan moeten we het toch met z'n allen niet willen. Nou, dat is op zich al de vraag, want door arbeidsmarktkrapte gaan de lonen omhoog en zo. Dus misschien moeten wij... Kan je makkelijk werk vinden. Moeten wij het wel willen. Maar goed, hè, dat is een andere discussie. Maar het wordt dan zeg maar... Er wordt een soort beleidsprobleem neergezet. Wij gaan met elkaar de arbeidsmarktkrapte te lijf en dan gaan we... En gaan we aan knoppen draaien en dan maken we die fiscale drempel wat hoger of lager. Dat bedrag gaan we aanpassen, een kwotum hier, een kwotum daar. En dan sleutelen we een soort model in elkaar waarmee die arbeidsmarktkrapte beheerst wordt. En dat verhult dat wat er eigenlijk gebeurt. Want door arbeidsmarktkrapte kunnen zij minder winsten maken natuurlijk. En wat ze dus eigenlijk zeggen,
Als je het gewoon zou vertalen, als je een soort ondertiteling zou hebben van wat er daar in die polder allemaal gezegd wordt, dan zou iemand gewoon naast moeten staan met een bord waarop staat van de vertaling, ik wil mijn winsten verhogen ten koste van de gezondheid van jouw leden. Dat is wat ze tegen mij zeggen. Ja. Dan mag ik niet boos worden. Ja. Nee, precies. Laten we doorgaan naar het laatste deel, want we zitten al lekker in de tijd. Maar ik wil in ieder geval nog met je hebben over de relatie tussen de vakbond en de politiek natuurlijk. Ja. Want we hebben het met de linkse revolt natuurlijk vooral over politiek. En naar mijn mening is de vakbond eigenlijk de belangrijkste bondgenoot voor linkse partijen. Een enorme massabeweging. Zie jij dat ook zo? Op zich wel. Ik vind links altijd wel een lastig begrip, want wie definieert dat? Ja. Het zijn vormt het bewustzijn, zegt Marx dan. Dus wie je bent, maar dus bijvoorbeeld je sociale klasse of andere elementen in wie jij bent, bepalen ook hoe je denkt. Dus als je. Ik vind niet dat je in Pakhuis de Zwijger een paneldiscussie kunt hebben met vijf mensen met allemaal een middenklasse achtergrond om te bepalen wat een wetenschapper en een politicus en iemand met een hoge functie bij de vakbond. Ja. En dan ga je met z'n allen ga je bedenken wat links is en dat is het dan vervolgens. Ja, precies. Dat kan niet. En ik denk ook als je een verkiezingsprogramma schrijft van een centrum-linkse partij, ja, dan je moet je er bewust misschien van zijn dat er geen bouwvakker aan tafel zit bij het schrijven ervan. Ja, dus eigenlijk net als dat het heel raar is dat je tegenwoordig staat ongehoord zijn als je een panel gaat organiseren over racisme met alleen maar witte mensen. Ja, dat is toch belachelijk. En dat is precies eigenlijk wat wij doen als het over klassen gaat. Ja. Het zijn allemaal hoogopgeleide mensen met veel geld een beetje te praten over links. Ja, precies. En ik vind wel, we hebben een soort verschuiving, hè, dat links, linkse partijpolitiek steeds meer onthecht raakt van sociale klassen. Dat wordt steeds progressiever. De vraag is hoe sociaal-economisch links is er nog. En ik vind eigenlijk dat de eerste uitgeleiders al wel te zien zijn. Als je bijvoorbeeld hebt over vliegtax of over vleestax. Waarom zou in vredesnaam, ik draag het klimaat een warm hart toe. Maar ik vind het belachelijk dat mensen die goed verdienen, die hebben altijd al op vakantie gekund naar het verre buitenland gegaan. En nu eindelijk heel Nederland daar sinds één generatie ongeveer aan toe is, wordt het duurder gemaakt. Hetzelfde geldt voor. Dan wordt de werkende klasse wordt daarmee gedisciplineerd eigenlijk. Ook met iets als van die maatregelen die eigenlijk allemaal goed zijn. Hè? Dus gewoon vleestaksen en dat je accijns betaalt op sigaretten. Ik zal niet bepleiten dat we allemaal heel veel vlees moeten eten of dat roken goed voor je is. Maar het effect is uiteindelijk dat je nog steeds rookt, maar alleen meer geld kwijt. Nee, helemaal schil betaald. Ja, ik zie dit letterlijk in mijn wijk in de supermarkt. Zie ik mensen nog, enfin, nu niet meer in de supermarkt trouwens, maar zag ik heel lang mensen sigaretten en check kopen. Dat ik dacht, dat kan je echt niet betalen nu met de huidige prijzen. Ja, precies. Het is keihard. Ik heb toevallig de vorige aflevering ook een pleidooi gehouden tegen de accijns op alcohol. Daar vind ik nog veel sterker, want alcohol is gewoon heel sociaal. Het is gewoon een sociaal binnenmiddel in onze samenleving. Ja. En je blokkeert gewoon de helft van de bevolking nu om mee te doen. Ja, precies. Dus ik denk dat politieke partijen moeten uitkijken voor dat hele verschijnsel. Dat zij in ieder geval beleid moeten voorstaan dat klassentegenstellingen niet op de verkeerde manier uitvergroot. En ik denk dat vakbonden en linkspolitieke partijen eigenlijk ook gemeen moeten hebben dat je moet zijn waar de mensen zijn en van daaruit ga je werken. Dus je hebt niet van tevoren een moralistisch idee over hoe de wereld in elkaar moet zitten en dan ga je dat opleggen aan mensen. Maar je gaat gewoon aan mensen vragen waar zij staan. En ik ben ervan overtuigd dat 95% van Nederland een probleem heeft dat er links opgelost kan worden. Absoluut. Of nou armoede is of woningnood of racisme of homofobie, maar vrijwel allemaal worden we geraakt door verschijnselen die in essentie rechts zijn. Ja, op de meeste onderwerpen zijn is de meerderheid van Nederland ook gewoon links. Ja, dus lijkt er elke keer uit kiezersonderzoek. Dus, ja, maar je moet mensen wel zeg maar ontmoeten op het punt waar ze zijn en ze van daaruit meenemen in je ideologie. Ja. Wij kunnen niet, als we dat willen als vakbond, morgen gaan staken
tegen iets heel conceptueels, tegen het aandeelhouderskapitalisme, ja, dan zegt iedereen van ja, joh, bekijk het met je staking, ik ga daar niet voor staken. Ja. Je kunt wel met mensen staken op een onderwerp als zwaar werk of loon, mensen de vakbond binnenhalen en eens een gesprek voeren over dat die onderwerpen allemaal aan elkaar verbonden zijn, dat internationale solidariteit daar een onderdeel van is, dat klimaatrechtvaardigheid een onderdeel is van die vakbondsideologie. Maar je kunt niet aankomen zetten met klimaatrechtvaardigheid als onderwerp en dan verwachten dat iedereen meteen al meegaat. Ja, let's go. Ja. ik zat nog te denken qua ook de vakbond als bondgenoot, want ik ben het echt heel erg met je eens. En daar hebben we het ook in eerdere afleveringen wel vaak over gehad, dat eigenlijk een veel groter deel van echt de actieve volksvertegenwoordigers van linkse partijen gewoon uit de werkende klasse moet komen. Wat mij betreft zou je dat gewoon ook met quota gaan doen. Dat je zegt, een 30% van de Kamerlijst moet gewoon werkende klasse zijn. Ja. Is het niet een supergoed idee om daar een soort scouting deal te sluiten? Dat je zegt, nou, de vakbond heeft zijn wortels. Want je kan het zelf gaan proberen, maar dat is niet te doen als politieke partij. Je hebt geen middelen, je hebt geen mensen. Want de politieke partijen zijn hartstikke skeer, hebben helemaal geen geld. Mm. Moet de vakbond daar niet gewoon een rol gaan spelen en mensen aandragen van, hey, dit zijn goede mensen die wij zien op de werkvloer. Die moeten bij jullie op de kieslijst. Ja, misschien wel. Maar ik denk ook wel, wij geloven ook wel redelijk in wat we zelf doen. Dus ik moet zeggen dat als ik ontzettende grote talenten tegenkom, dan wil ik ze behouden. Zelf houden. Ja, precies. Dus dat breek je dan misschien op. Maar weet je, ik geloof wel in coalities bouwen. GroenLinks, PvdA, die helpt soms iets te veel over naar die culturele middenklasse en hun belangen. De SP is niet altijd even internationalistisch genoeg. Nee. Uiteindelijk moet je dan gewoon zoeken naar die onderwerpen waarover je het eens bent. En ook wel een discussie voeren over die andere onderwerpen. Maar om gewoon geen samenwerking aan te gaan op het moment dat je het voor 80% eens bent, dat is ook dom natuurlijk. Ja. Want ja, wij hebben ook wel die politiek nodig. Dit gaat uiteindelijk op zwaar werk werken we nu met Bart van Kent en Luc Stieltiens heel goed samen. Ja, SP zeker. En GroenLinks PvdA. Ja, en je zult zien dat uiteindelijk dit beslecht wordt dankzij de strijd op de werkvloer, maar dat het slotstuk een stemming in de Tweede Kamer is. Ja. Waar zij al maandenlang hun ideeën geplucht hebben en duidelijk hebben gemaakt wat voor voorstel er dan aangenomen moet worden. Dus ja, en dan kan ik heel boos op Bart van Kent worden over arbeidsmigranten of op Luc over iets wat ik te liberaal vind. Maar dan bereiken we ons doel niet. Nee. En toch geven jullie geen stemadvies bij verkiezingen van Stem Links? Nee, klopt. Maar dan overschat je de rol van de vakbondstop of van de vakbondsbureaucratie. Want mensen kunnen dat prima zelf bedenken. Waar ze op stemmen. En mensen, ze hebben soms ook een hele goede reden om toch een keer op iets anders te stemmen. Het heeft toch wel een impact als het bestuur van de vakbond zegt, jongens, denk om wie jullie belangen dient, dat zijn deze en deze partijen. Ik twijfel daaraan. Ik denk dat je, dan de mensen die op iets anders gaan stemmen, dat je die dan wegjaagt als leden. En ik vraag me af hoeveel stemmen links er dan bij krijgt eigenlijk. Oh, je bent ook bang dat het gewoon je beweging splijt. Dat mensen boos worden en zich niet meer thuis voelen. Ja, wat werkt uiteindelijk is, denk ik, is dat je mensen verenigt op sociaal-economisch onderwerp en van daaruit verder werkt, wat ik net zei. Maar en ik neem het en ik snap ook heel goed waarom mensen niet stemmen. Of vanuit een soort, of dat mensen op een centrumpartij stemmen of bij extreem rechts belanden. Ja. Vanuit een soort idealistisch of principieel of moralistische manier van denken ben ik er heel erg tegen dat mensen daarop stemmen. Maar ik heb meer de neiging om dingen niet principieel moralistisch te zien, maar meer gewoon vanuit klasseanalyse. En dan snap ik heel goed dat mensen vervreemd raken van politieke partijen of eigenlijk tegen het systeem zijn. Zeker. Ik ken wel aardig wat mensen die gewoon uit een soort anti-systeemhouding bijvoorbeeld op de PVV hebben gestemd en geen racisten zijn. En die het idee hebben van ik stem op de partij die het meeste de boel overhoop haalt in Den Haag. Ja, die gewoon een goede middelvinger opsteekt. Ja. Ik snap heel goed waarom je de boel overhoop wil halen in Den Haag. Dus, en ik denk dat aan die
onderstroom van factoren waarom mensen extreem rechts stemmen, dat we daar wat aan kunnen doen, dat daar de vakbond een rol in kan spelen ook. Ik denk dat dat veel effectiever is op de lange termijn dan op de korte termijn een soort van moralistische stemoproep. Ja, ja. Ja. Duidelijk. Hebben we gaan over afronden. Super fijn dat ik hier zo je huis in mocht binnenbanjeren op de dinsdagavond. Ja. Voor de luisteraar, heb je nog vragen of opmerkingen op alles wat je hebt gehoord? Laat het vooral weten. Dat kan via de linkse revolte. vriendvandeshow.nl/de linkse revolte. Via Instagram, YouTube en via andere socials. Je kan ons ook mailen op hrodenburg@groenlinks.nl. Doe maar naar mijn e-mailadres, want ik was hier als enige vanavond. En volgende week zijn we hier gewoon met de kletsende klas. En dan gaan we al die reacties weer bespreken die jullie hebben ingestuurd. En dan zien we jullie dan. Doei doei!